als het op zoek naar de politie. Waar is de politie als je hem nodig hebt? Als je ze niet nodig hebt, dan zijn ze overal. Oh, kut, ik rijd tegen het verkeer in. Heel even doorrijden. Pop, 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 pop. Ga eens even langs het politiebureau. Is dat niet een kopbeting? Ja. Zullen we de agent vragen de weg naar de hoerentent? Ja, doe maar. Ja, dan gaan we doen. Nee, dat is geen bluff. Moet jij eens opletten. Dat we gaan praten. We gaan eerst een agent zoeken. Oh, is er stort hier een... Oh, is... Zo! Daar zit een flinke straal op. Oh, de vraag oh, is... Komt hier. Komt hier, komt hier. Woe! Zo. Oh. De kanoot stop. Zo, wat is hier aan de hand? Ja, mannen, wat doen jullie hier? Nou, wij zijn op zoek naar de hoerentent. Ja, die is hier, maar eventjes weggaan. Dan moeten we ook zeggen, ja, zijn op zoek naar de moeder. Ja. Wij komen helemaal vanuit ver om naar de hoerentent te komen, dan moeten we weg. Ja, maar gewoon even aan de kant staan, nu moeten we er is er iets gebeurd, meneer. Ja, maar ik ben hier toch niemand tot last. Gewoon eventjes... Hey, dat is een demonstrant, die heeft geen hesje aan. Ik weet van niks, mazzel. Ik weet van niks. Dag, jij ze maar uit. Donald, waar ga je heen? Hey, nee, dat ben ik. Hey, heb ballen, rijd er gewoon doorheen. Heb ballen, loop jij er even lekker heen dan, mietje. Jij hebt een motor, dus jij bent zo weg, man. Journey. Blijf er ook gewoon staan, hè. ik ga gewoon die hoerentent binnen en dan ga ik gewoon via de achterkant. Zo, hallo, ik sta hier ook nog. Oh, die agent is weg, of niet? Nee, er staan er nog twee. Oh, wat gebeurt hier nou weer allemaal, joh? Ik kom gewoon op brand hier vanaf de hoerentent af. Gezellig, joh. Huh? Zo, we zijn hier aan spuiten geweest. Ik ga foto's maken, kijk of ze er nou wel iets van zeggen. Emotes, next, foto's. Komt-ie aan, let op. Hartstikke idee, ik lach naar het vogeltje. Oh, nee, vindt hij niet leuk? Blijf je afstand houden, alstublieft. Geen foto's maken. Meneer, geen foto's maken. Moet je slash ME doen en zet foto's op Twitter. Maar dat is voor Twitter, foto's. Leuk, joh. Ja, mag niet, meneer. Als voor u geen pestkantje heeft, wil ik graag die foto's verwijderen. Zijn er wel lekkere wijven hier binnen, of niet? Meneer, graag afstand houden en die foto's verwijderen. Oh mijn god. Ik ga wel even kijken of er leuke vrouwen zijn. Nee meneer, u mag niet binnen. Staan blijven. Ik mag niet. Staan blijven, nee! Staan blijven, nu meteen. En dan? Nou, ga ik die kant op. Meneer, u moet afstand houden. U moet afstand houden. Dus niet ja, dat doe ik. Ik loop weg. En dan mag het niet. Moet je vragen of ze geen medicijnen ingenomen hebben, omdat ze zo wel druk rondlopen om je heen. Vraag of ze Ritalin vergeten zijn in te slikken. Ja hoor, ik weet niet. Nee, ik weet niet wat hij aan het doen is. Wat is hier aan de hand? Je bent tot Allah waarschijnlijk. Dat bij zijn handen, staan beide handen in de lucht. Nou, we willen ook een keer naar gezellig doen en dan is het allemaal feest. Tja. Zo. Oh, hier is toch wat. Zo. Volgens mij is iemand popcorn aan het maken. Ik hoor allemaal plompjes. Nou, ik had het goed zelf een paar nou hoor. Mijn theorie. Ik mag er voorbij denk ik. Ja. Mooi, dan gaan we gewoon naar binnen. Hey, want ik wil drank en drugs, hè? Ziek idee. Ja, ziek idee. Zo. Gezellig. Waar zijn die? Waar handjes. Zijn die hoeren? Hey. Kijk. Komen ze zo daar? Volgens mij zitten we in een gay tent, jongens. Dan hier alleen maar mannen. Ja. Godverdamme. Hey, als er een agent binnenkomt, dan zijn wij de lul. Want voor mij moet het... Ik ga gewoon in de premium lounge. Dan gaan we daar gewoon naar binnen. Kan mij het rotten. Maar er is ook een kat met 100.000 volgens mij. Bij de striptent. Oh, is? Ik ga ook daar naartoe, jongens. Ik heb vieze plaatjes gevonden, jongens. Vieze plaatjes. Vieze plaatjes. Jackpot. De jackpot. Jongens, kom ook naartoe. De jackpot. Fucking bankoverval. Dit is de jackpot, jongens.
Vieze plaatjes! Zo, die zijn hangen. Die hangen wel deze hoor, hé. Hey. Je hebt op de Kevin, zo. Weg hier. Oh. Op Kevin, de op de vriesafdeling. Kevin, wat? Weg hier. Wat? Doe zo. Hey, als er een agent binnenkomt, dan doe ik net of ik iets anders aan doen ben. Ik word gegrijzeld. Ik word gegrijzeld. Oh, laat me liggen. Je hebt toch een wapen. Je hebt een wapen, man. Oh ja. Hey, ik ben geslaagd, Kevin. Echt? Hey, ja. Hoor. Later. Oké, ik ga het op een... Oh, is... Jongen, ik ben doodgeschoten, joh. Gek. Echt. Ik zit hier nog steeds in die hoerentent vasthouden. Ja, nou, je komt ook niet meer naar buiten. Ik durf niet meer naar buiten te komen. Hey, Pascal, thanks voor jou, meneer, leuk dat je erbij bent. Hallo, welkom. Kopje koffie, lekker. Zitten er gangsters binnen? Zou ik gewoon een hele vieze stem opzetten naar de agenten? Goedemorgen. Nou, je hebt al een vieze stem. Zo! Overtuig. Verstopje. Ja, ik heb een goede verstopplek. Maar er zijn nog meer foto's hier, dus we gaan eventjes... Nou, jongen, als het jou was, zou ik nu gewoon even blijven waar je nu bent. Klop op het raampje. Want als je je ziet, dan word je gegrijzeld. Ja, maar waar zit hij dan? Ben je nog dood? Ja, ik ben dood. Waar lig je? Ja, bij de bar. Bij de bar? Bij waar die dames allemaal dansen? Ja, hebt de ingang en dan heb je aan de rechterkant heb je toch de bar. Ja. Nou, daar lig ik. Ja, daar lig je flink van paal. Zal ik gewoon een optreden geven? Kijken ja, of... Ja, doe even het muziekje na, jongens. Van users. Oh, je staat. Oh, hi. Hallo. Eén ding is zeker, jongens. Kevin staat wel voor paal. Zo, we staan voor paal. Jongens. Heerlijk, eindelijk. Waar zijn die euro's? Kom op, dokken, jongen. Ik sta hier niet voor Jan Lul. Nou. Hé, hey, dat is een mooi wapen. Hallo. Hey, stilstaan. Stilstaan. Ja, ik doe niks. Hoi. Handen omhoog. Ja, kom. Handen omhoog en hier in het hoekje. Kom, je mag beter bij je camera. In het hoekje. Kom, ja. In het hoekje met hem. Want ik kom snel aangereden. Nou, jij wordt ook doodgeschoten, denk ik, of niet? Ik boek hem! Wat is hij? Ik boek hem! De groeten, moeders. Later. Godverdomme, hey, staat hij daar ineens met zo'n wapen voor mijn neus. Hé, hey, zeg even tegen een van die agenten dat ik dood er binnen lig. Zie je? Oh, hier is hey. Politie? Er is geen politie. Oké, houdoe. Ik mag ook wel praten hoor, ik weet niet. Doei. Dan niet. De groeten. Tot ziens. Beveiliger waarschijnlijk. Nee, Kevin, ik ben ook gelijk bezig met mijn praktijk. Ja. Kijken of ik hem haal hoor. Oké, okay, wie loopt er nou binnen? Dat is de admin. Mooi. Dus ik lig hier gewoon dood op de grond. Zal ik gewoon de ambulance bellen? Dan stuur ik ze naar binnen, worden ze kapotgeschoten. Dat is ook al heel lullig. Ik ga dat gewoon doen. We gaan gewoon de ambulance bellen. Oh, ik loop de hele tijd aan mijn knippen licht aan, joh. Mijn vriend is... flauw gevallen in de stripclub. Nee, dat moet je niet zeggen, want dan komen ze niet. Mijn vriend is flauw gevallen in de stripclub. Is kat dood? Kunt u helpen? Laat me liggen, die is dood. Ja, net is dood. Spoed, AUB. Spoedje! Cent. Zo, er wordt weer even geschoten. Nou, dat schiet lekker op. Nou. Is dat een schot in de zaak, of... Nou, denk het. Oh, dus de kogel is door de kerk, hè? Nou, dat is door de stripclub, hoor. Nou, oh, dus, nou als, ja. Als dit de kerk is, dan ga ik iedere zondag naar de kerk, hoor. Hé. Hey. Brotje in de kerk uitgaan, hè? Nou. Nou ja, om het onderwerp lekker luchtig te houden, kun je daarover hebben, ja. Ik ga even... Oh, dit wordt echt eentje waarvan iedereen denkt van, laat maar. Ja, dit is foute boel, jongens. Ja, ik kan niet, ik heb geen wapen. Ik ben in de buurt, Dit gaat lachen worden, hè. Dit wordt gewoon lachen. Komt die ambulance nog? Wat duurt dat allemaal lang?
Wat is dit? Duurt te lang, ligt al een tijdje. Er komt hier ineens een auto aanrijden. Miranda! Oh jee, dakcafé gaat los. Dik, dit is niet goed. Dit is niet goed. Dit is foute boel. Komt iemand aanlopen. Mm-hmm. En die komt naar mij toe, denk ik. Nee, die is aan het winkelen voor een auto, denk ik. Nee, toch niet. Er rent een treetje naar binnen. Ik zweer, dit is gewoon een parenclub voor mannen, hoor. Kom allemaal mannen naar binnen hier. Ben jij dat die nou naar binnen gaat? Ja. Ja, ik zie daar een kerstmis naar binnen gaan. Ik denk, dat kan er maar één zijn. Succes, dan staat iemand met een... Ja, succes, kijk maar gewoon. Ja, leuk. Donald. Ja, hoppakee. Je hebt wat meegenomen. Wat een hoerenplaats. Gadverdamme. Je moet even praten. Ja, je moet naar binnen gaan. Hoezo? Doe maar, verslaggen. Het is gezellig. Ben je naar binnen dan of niet? Nee. Zullen we samen gaan? Ja, gaan we wel woordgrappen maken. Geen probleem, ik heb een zaklamp. We zijn veilig. Kom. Zou ik de politie vastbellen? Dat is mijn zaklamp. Kunnen we zijn auto jatten? Nee, maar dat heb je niet aan mij gevraagd, hè? En ik word zomaar neergeschoten wie ik ben. Dus dat is gewoon echt gewoon onterecht, man. Oh, ik zie ze daar staan. Waar staan ze? Nee, ik lig hier gewoon dood op de grond. Dus je hebt niet aan mij gevraagd wie ik ben. Zou ik politie... Ik zie ze. Zou ik politie... je bent omsingeld? Zullen we de homoseksuele uil doen? Ja, joehoe! Oh, dit is meteen! Oh, is! Oké. Ze willen niet praten. Ze willen niet praten. Irantos, ik weet dat je hot bent, maar zo hot. Ja, hij was on fire. Holy shit, hé. Ze willen niet praten. We gaan het nog een keer proberen. Joehoe. Wat een pan. Ik ga het doen ook. Oh, this place is... Laat de fucking ambulance nou, hé. Is daar iemand? Een hele geile goede dag. Nou, zo wel komt die weer beginnen, maar... Snoeshaam! Wat zeg jij? Oh, er wordt volgens mij iemand neergeknuppeld. Oh. Volgens mij werd Bambi weer neergeknuppeld. Wat ben ik blij dat ik daar niet zit bij jullie. Oké, de KFM. Jongens, wat moeten we zeggen? Help ons eens even in de chat. Politie, u bent omsingeld. Even voor jullie visuele beelding. Er staat dus iemand met een M16 binnen. Hè? Dat is zo'n groot wapen, zeg maar. Hè? Wat politie, moet zeggen? U bent omsingeld. Je bent helemaal niet van de politie, jongen Pino. Nee. Daarom. Jongens, geef ons even niet. Tips. Tips in de chat, alstublieft. Schiet hem voor zijn knijt, hè. Ik vind het eigenlijk gewoon ontrent dat ik gewoon neer ben geschoten, dus... Hoeveel condooms hebben jullie nog over? geen reactie. Oh, dan wel reactie! Dat werkt. Kom. Is het tover... Kutje. Dat stond er één. Tekking. Lekker. Oh, ja... Nou, kom op, jongens. Ik ga even Twitter zetten. Volgens mij wordt er popcorn gemaakt. Wat de politie. Bij de stripclub. Ja, lekker laten horen. Het is wel heel gezellig bij jullie, hè? Nou, het is... Hoe is... Schrik met de tyfus! Hallo? Oh, daar is... overal. Lijkt me dat er iets branden. Ja, ik ruik ook iets. Er zit een luchtje aan. Heb je een ruft gelaten, Kevin? Ja, ik heb een brand binnen. Wat succes, die brandweer is echt een held als die. Lukt het? Achteruit. Nou jongens, kom op, hoe lang moet ik nog rijden? Schoten, kom afstand aan, nu. Ik moet nou weer terug. Zal ik bijschijnen? Kan je het zien? Afstand, laatste waarschuwing. Ja, ga maar. Ik schijn wel een lichtje. Ik heb licht. Ah, kut. Retard. Ik heb licht. Ja, ik heb ook licht. Niet volgen, laatste waarschuwing. Ik zeg in de boeien, maat. Ja, hij is mijn maat. Als je met een maat bent, dan moet je mij niet naar boeien slaan, hè?
Lukt het, maat? Ik heb een maat gemaakt, jongens. Maat? Oh, hij leeft nog. Doe die lamp weg, maat. Weg. Nu. Ja, maar maat, anders is het donker. Zwijg, mond toe. Moet ik nou zwijgen of mijn mond doen? Beide. Oh, ja, hij staat er nog steeds. Politie is er. Ja, echt? Oh, dan wordt het gezellig. Ik lig hier gewoon al 7 minuten te wachten. Oh, er staat hier ineens heel de family die staat hier. Ik ga weer een keer. Oh, hij beweegt. Ja, we gaan ook mee, jongens. Weg, laatste waarschuwing, maat. Maar alleen, je moet niet alleen gaan, hè. Het is gevaarlijk alleen. Ja, ik ben hier gewoon al. Maar wat ben je hier in deze surfcafé? Allee, het is donker hier. Kijk, je licht. Hallo, ze zitten volgens mij in een stripclub zelf, hoor. Achteruit. Ja, maar ik heb zo'n grote zaklamp, maat. Dan kunnen we samen gaan. Kut! Weg! Nou, ik ben weer en leven. Buiten blijven. Ik heb gebeld, ik sta hier achter het muurtje, dus. Maat, we gaan gewoon weer terug. Ik heb ook maten. Maatjes, komen jullie ook mee naar binnen? 30. Maatjes, hallo? Steve? Oh ja, Steve was dood. Grapje, laat maar. Ik ben bijna klaar, even met mijn auto rijden. Jongens, kom even naar buiten, want geen leuke roleplay namelijk. Ja, leuke roleplay, ik heb de tijd van mijn leven hier. Hij staat er nog. Hij wordt boos. Ik moest even eten en drinken halen. En op een gegeven moment werd ik gewoon neergeschoten omdat ik niet mee wil luisteren. Ik had al gezegd dat ik gewoon eten en drinken alleen moest halen en ik ben weg. Ik loop weg. Hey, ik ben geslaagd, jongen! Hij loopt achter mij aan. Hij gaat weer naar binnen. Ja, we gaan maar helpen. Hey, nou moet ik toch even naar jullie. Ja, maar weet je, ik kon even niet bewegen. Ik neergeschoten. Hij kwam terug. Ik in het menu zat. Nou ja, ik zit te schuilen. Ik heb jullie gebeld omdat ik schoot heb gehoord in de stripclub toen ik hier toevallig langs liep. Dus ik dacht, ik bel jullie. Hé, hey, maat, lukt het? Ik werd geschoten, dus ik dacht, ik schuil je achter een muurtje. Want ze schieten door de voordeur naar buiten. Politie, maak jezelf bekend. Oké, ik ben het, maat. Ja, nee, snap ik. Is dit de afstand genoeg of meneer, moet ik nog verder weg staan? Rustig naar mij toe. Rustig met Jan omhoog. Rustig met mij, kom. Ik hou de deur open, maat. Kom maar. Volgen, kom. Naar buiten. Ik was gehedeld daar binnen, sorry. Oké, ga naar die brandweer. Of naar een agent of zo, ik weet niet. Maar in veiligheid. Hij heeft zijn telefoon vast. Die politieagent achter mij, die staat ook toe te kijken van, ja, ik vind het allemaal wel best. Met, nog één keer met die zaklamp en ik zeg in de boeien, maat. Zo, wat is er met Discord aan de hand? Ja, dat is... Ja, nou is het weer gewoon... Zo, dikke ME komt er binnen. Hoe is? Maar jongens, ik ben weer 1, 2, 3, 4 politieauto's, de 5e komt nu. Ik vind die wel gezellig hoor, jongens. Ja, dat is mijn mini. Ja, gezellig. Maar blijf even 4 op afstand. Oh ja, ik wil eigenlijk even mijn geld. Ik wil even pinnen eigenlijk. Ja, doe maar die wat er wordt daar. Ja, die guy met dat schild inderdaad, die heeft echt Kentucky Fried Chicken verbinding. dat is echt bizar gewoon. Kentucky Fried Chicken. Dat is toch zo? Die gaat echt hele weer als een man hoor. Ga je mee of? Nee, ik blijf even hier staan. Kom, ik ben beu. Kom, handjes achter de rug, kom. Maar alleen, ik sta al in buiten. Ik word meegenomen, ja, jongens. Wat? Nu ga ik hier blijven. Stippen. Jans, kom maar anders hier achter het muurtje staan. Blijven, ik sta hier ook en ik werd gewoon toegelaten. Ik mag hier staan van de agent. Jongens, ik sta hier bij de brandweer. Jongens, moet ik dichterbij gaan staan weer? Of jullie mogen bepalen? Nee. Het is jullie feest. Nee, doe me niet. Hier, blijf. Nee, kom maar achter het muur staan. Ik ga zo ook een beetje opzij lopen. Kijk of dat wel mag. Hier. Ik sta hier zo. Zo! De polen zijn ook weer binnen. Ga gewoon schuilen. Au! Hier zo. Schuil hier maar, achter het muurtje. Ik sta bij de brandweerwagen vooraan. Allee, meneer de agent. Hallo? Ja, ze gaan met z'n allen naar binnen, dan ga ik ook mee. Hé, ik doe nou niet, Kevin. Wel. Maat. Ja, ik moest even eten halen. Zo? Maat, alles goed? Ah, pin uit, maat. Moet je zeggen, zo, dat is een grote lul. Maat.
Hallo maat. Ja, automaat. Zo. Ik heb weer 2000 in mijn zak zitten. Nou moet ik even een nieuwe auto zoeken. Oh, ik zie daar een BMW. Die kan ik vast wel even lenen. Dus SME maakt stiekem foto's. Van het dat ze met z'n allen doen. Ja, hoe maak je foto's eigenlijk? Dat wil ik ook. F3 en dan moet je werk kunnen kiezen en dan moet je journalist foto's maken kiezen. Allee maat, ik zie er allemaal blot en billen. Moet je /ME doen? Jantas, doe een lol. Doe /ME en dan publiceer foto's op Twitter. Ja, ik maak nu foto's jongens. Ik, maat. Ik ga dus even kijken hoe duur een vierdeurs auto is. Maat, ik heb blot en billen gevonden. Maat! Maat, blote billen. Hier. Ik heb bijna 8500, dus dat is mooi. Waar is iedereen? Ja, ik ben buiten, ik mag foto's aan het nemen. Ik moet ook even eten halen. Ik sta binnen, waar heel die ME-dinges en zo zit, zeg maar. Hallo maat, hier binnen zijn blote billen. Hij komt niet. Volgens mij is hij gewoon homo, dat kan ook natuurlijk. Het zijn wel vrouwenbillen natuurlijk. Waar is die agent? Allee, meneer een agent! Ik kan de accent niet zo goed nadoen, dus ik doe mijn best. Ik hoor stemmen, maar ik zie niemand. Oh, ik hoor popcorn. Maar allee, dan gaan we naar buiten, nee. Oh jongens, ze gaan naar binnen vallen, ze gaan naar binnen vallen. Hele bank, val naar binnen. Ze gaan naar binnen vallen. Ja, laat maar binnen vallen, ik sta hier. Hey, dat is 2. Ik ga tellen, jongens. 3. Waarom zijn die auto's zo fucking duur? Dat is in weg. Is dit nou serieus een... Wauw. Ben jij de bewaking van de stripclub? Ben ik de bewaking van de stripclub? Nee, ik ben... met de pilamp. Hallo. Hoezo? Jij de bewaking dus? Openbare weg? Nee. Ik sta niet op het terrein. Bent u hier de security? Nee. Wat bent u hier? Allee, ik kom bloot een billen kijken, maar dat gaat moeilijk in het donker, hè? Dus ik heb me een zaklantaarn meegenomen. Ja, oké. Het is hier net een brand geweest, dus we gaan waarom even deze? Vragen om naar buiten te gaan. Vooral de situatie. Zal ik gewoon eten gaan koken op de motorkap van de oude politieauto? Gelukkig zijn deze prachtige billen niet verloren gegaan, hè? Hey, Steve. Ja, doe op een van de politieauto's. Ik ga gewoon eten koken. Oké, ik moet 60.000 sparen. Oké, dat is duidelijk. Hij zegt, ja, ik moet pand verlaten, dus die ineens weg. Wat is dit nou weer, jongens? Nee, want het is een openbare weg, dus ik mag je foto's gaan. Daar gaat er weer eentje weg. Houdoe. Doei. Komt nog iemand aan, komt iemand aan, ik hoor het. Nee, ga lekker zelf weg. Wat? Steve heeft een grote mond tegen de politie? Serieus? Oh. Ga je maar nu gewoon lopen dreigen? Zo. Ja? Nee, ik ben hier. Waar zijn die chickies? Ik ben hier voor die chickies. Ik sta niet op het terrein. Ik sta achter de hekjes. Dus het chickies? Hallo chickies. Maar alleen, nee, ik kan die nou, chickies niet vinden, ik nee. Ik mag hier staan. Oh. Geen chickies hier, jongens. Jongens, als ik jullie was, zou ik niet naar buiten gaan, want daar aan de buitenkant staat het in licht te laaien. Zo, morgen. Ze hebben even alles afgezet. Oh ja, maar alleen een palmbom staat in de fik, maat. Waar is die maat van mij, man? Zo, tering. Oeh. Check that ass. Yes, I have seen the ass. It's a big one. Wat een hot place hier. Oh, hoi. Hey Walter. Hey. Maar alleen maakt het alleen maar erger, hè? Ben jij met olie aan het spuiten, maat? Staat hij om met zijn slang tussen de benen? Hey toch? Oh, maar alleen maat gestaan de fik. Denk je nou echt dat ik met jou verder ga praten dat je mij bedreigd hebt? Denk het niet. We gaan gewoon de brandweer helpen. Ja, die meneer die heeft een pistool bij zich en die ging me net bedreigen dat hij me, als ik hier niet wegging, dat hij me door mijn kop heen ging schieten.
Dus ik zou zeggen afvoeren met die zooi. Ah, dit is goed teamwork, hè, meneer de brandweer. Ik hoor echt helemaal niks als ze wat zeggen. Ik sta hier achter de hekken, dus ik mag hier gewoon blijven staan. Er staat niemand in de weg. Oh, alleen hier links ook, ja. Ja, ja. Well, moet ik even mijn settings, mijn... Ja, het brandweer. Snapt u hem? Brandweer. Even neer, komt nu eens naar buiten. Maar alleen, ik ben die meneer hier in het oranje aan het helpen, hè. Meneer, daar buiten. Oh, Kev, het gaat hier wel zo'n lopend vuurtje rond, hoor, het nieuws. Of met Wewald. Voorzitter, met vuur. Maar ik kan, daar kan die, hè, daar gaat de brand. Ja, volg mij snel. Hé, hey, brandweerman, de ingang staat terug in brand. Weet je niet tegen me aanstaan? Oh, nou hoor ik jullie. Pas op, meneer, de brandweerman, het begint weer hier vooraan. Oh! Meneer staat in brand. Morale, je zet wel goed in spuiten, hè? Morale! Pas op, u staat in de fik! En u ook? Allee, zeg, morale. Wat gaan we nou krijgen? Hij pakt een auto. Nou, ben ik benieuwd, hè? Ik had toch gezegd dat u voorzichtig moet zijn, hè, maat? Meneer, ik ga u niet opnieuw vragen, kunt u naar buiten gaan alsjeblieft. Heb je pas 100 keer maar ik moet even eten en drinken. Maar alleen, de ingang staat nog in de fik. Meneer, volg nee, die is uit. Arresteren, nu. Hey, ga lekker verder lopen of zo. Ik boek hem dadelijk gewoon via de ingang. Jongen, ga lekker weg. Mazzel. Ik sta hier gewoon, dus ga in mijn boys. Vallen, niet mij. Zo. Zo. Ja, nou, is goed jongen, maak me maar kapot. Doe even normaal, man. Tegen de muur. Ja, maar alleen, ik ben buiten, hé. Tegen de muur. Kevin, is dat echt nodig? Agenten... Wat? Vraag even dat een van die agenten deze gastje kan tegen de muur. Ik ga niet tegen de muur aan staan tegenover een sexshop, hè. Tegen de muur. Laatste waarschuwing of gehoord gepaced. Ik vind het wel een beetje lullig geworden voor jou, Kevin. Hoor alleen, daar is tegenaan geplast, hé. Oh, een grote spuitvlek. Dat is vlek op vlek, hè? Kijk, je hebt een vlekje. Nou, daar dus hebben we stront aan de knieën. Hier gebeurd houden, ik krijg geen... Dan moet je krabben. Dan gaat oh, mooi. Boetes krijgen voor het tegenwerken van de politie en het tegenwerken van de brandweer. Morale, die ga ik toch niet betalen, hè, mat. Jongen, ga gewoon even. Hey, stel eens even, ik hoor ze niet. Kunnen wij hier deze persoon laten onderzoeken, want het zou mogelijk zijn dat hij heel veel rook heeft ingeademd daar binnen. Ik heb niks gedaan, ik heb alleen een zaklantaarn bij, hè. Aap een wapen, hè. Wapen. Aap een wapen. Ja, daar ben ik niet bang voor. Agent, haap een wapen hier, in zijn hand. Morale, ik wou maar helemaal helpen, hè, en ik ren een boete. Agent, haap een wapen hier, nee, in zijn hand. Niet geholpen. Maar jawel, ik heb licht gegeven. Hij loopt nou weg. Ziet, alleen een zaklantaarn. Ik heb het u toch gezegd. Ja. En sorry dat ik even binnen over. Hey, maar als je hem net weer bedreigt met zijn wapen, doe er alsjeblieft even wat mee. Want ik cannabis? Heb niks tegen hem. Cannabis. Ja, hoeveel? Ja, ik geloof weer terug, maar ik dacht, misschien hoort hij mij niet. Waarom of zo. Heeft hij cannabis, meneer? Eigen gebruik, dus medicinalen. Hij is daar naar achter dat gegaan. Dat is mijn kleine hoeveelheid, dus dat is geen probleem. U heeft de boetes gekregen, op, ik ga u waarschuwing geven, laat de waarschuwing om hier van het terrein af te gaan, of u wordt aan de arrest geplaatst en dan krijgt u daar is de brandweer, daar is de brandweer weer. Oké. Okay. Hij zei bij de brandweer. En meneer, u gaat die kant bij uit. Bij de politie. Jo. Zo, die vent die wordt nou denk ik gewoon opgepakt. Nou, ik loop erachteraan, dus Hey, Kev. Ik, hoe kan ik mijn boetes zien, jongens, weet iemand dat? F7. Tegenwerken van de... Oh, nee, hey, ik heb een verkeerde boete ontvangen. Ik ga terug. Hallo, hallo meneer de agent. Zo, hij wordt gelijk even geblokt. Hij wordt bekend voor zijn flikker gereden door een politieauto. Hoppa, lekker. Hallo meneer de agent. Ik moet even mijn kleren zo veranderen, denk ik. Dat is wel beter. Hallo, meneer de agent.
moet gewoon zeggen dat het is 2200, hè, niet 1300. Loopt hij nu nog? Morale, hallo? Hallo? Wordt gewoon genegeerd. Ja, ik zeg, loop je hier nu nog? Nee, ik heb per ongeluk een verkeerde boete ontvangen, hè. Wat heb je ontvangen? Ik ben kijk in de kont geboord door de agent. Tegenwerken van de politie. Vaseline. En is je opgepakt? Ja, wel. Ja, man. Ja, dat is de enige die ik zou krijgen, maar ik heb er nog één ontvangen. Welke? Ze stonden met twee getrokken tasers voor hem. Maar die zou ik pas krijgen als ik hier bleef staan. Ah ja, maar ja, nu sta je hier toch nog. Ja, om met jou te praten, hè. Hoe is het? Hoe is het? Ja, die kan ik u niet afpakken. Zeg, ik heb kerel, nog een nerd. Ja. Nou ja, zeg. Ik kan ze niet afpakken. Ja, je bent toch een stripclub? Oké. Oké. Kun je toch best vragen aan meneer de agent? Ik geef gewoon een stoot op zijn baren. Hier, de tyfus. Nee, hey, Kev, anders ga je gewoon lekker koken op de motorkap van de politieauto. Ja, Kevin, hij komt achter je aan. Hij komt achter je aan. Ja, blijf maar even staan dan. Ga gewoon koken op de motorkap van de auto. Nee, dat. Hij gaat ook zo. Ik laat hem naar rust, man. Hallo. Hij is ingeladen, ze hebben hem meegenomen. Echt waar? Ja, hoor maar, ze rijden nu langs je. Ja, ik blijf niet staan, de tering. Oh ja, mooi. Ja, daar rijdt hij. Mooi. Lekker voor. Oh, heb je er nog één? Oh, dat is een Belg, kijk dat. Is een meneer. Vlieg je niet door die barrière? Ja, ja. Oh, dat is dat tegen mij. Maar alleen, ik sta achter een barrière, wat is het probleem? Hm. U stond aan die kant van de barrière, meneer. De motor. Ja, ik moest toch weg. Ah, en meneer de journalist? Je hebt aan die BMW. Ja, ja, ik sta hier. Dus, kom maar even zien naar mij toe. Oké, ja. Ja, hier is het goed. Hey, wat kan ik voor doen? Die ene boete is weg, maat. Mooi toch? Wat heeft die persoon exact gedaan? Nou, die persoon heeft gewoon weer een wapen op mij gericht en me gewoon weer mij bedreigd. Ja, dat hij mij door mijn kop heen ging schieten. Nee, dat hij mij door mijn hoofd wil gaan schieten. Oh, een handje. Zo had hij al in zijn handen. Hey, zit iemand in? Hey, meneer, alles goed? Nee man, ik ben opgepakt omdat hij zegt dat ik een journalist bedreef. Even niet goed. De klot. Waarschijnlijk. De klootzakken. Ja man, de klootzakken. Ik heb meneer de agent, deze meneer is onschuldig. Nee, die is niet onschuldig. Hoe weet je dat? Gewoon een normale kartonvas, hè? Dat zeg ik toch. Ik was erbij. Ik kan wel goed driften, zeg. Ik verzin ook ter plekke onzin, jongen. Ongelooflijk. Pak de auto, nee. Dat is wel gebeurd, meneer. Yo. Wat zei u? Hé, hey Walter, als je even naar mij toe komt, want jij bent getuige natuurlijk, hè? Ja, ik kom er al. Ik heb wel een andere auto nou, ik weet niet of dat opvalt. Even wachten, jongens. Ik hoor jullie echt zwaar slecht. Ik... Meneer, kunt u een beetje afstand houden, meneer met de motor? Ja, dank u. Deze meneer is getuige van mij. Getuige, oké. Okay. Ja, je moet dat wel oprapen, hè, mot? Dat stond op de. Dat stond gerecht op, hè. Meneer, collega. Collega, kunt je even meekomen? Ik heb dingen te doen. Collega, zeg het eens. Fuck it. Ja, ik had even. Ja, ze moeten het niet horen. Die mensen hier moeten het niet horen. Dat is een beetje gevoelige informatie. Gevoelige informatie, ik zal ze dreun op zijn wagen geven, gevoelige informatie. Pas op, daar komt een auto aan. Wie is dit in die blauwe broekje? Ah man, achter kutflip. Even kijken, ik ga even Discord eraan zetten, jongens, want ik hoor ze niet. Ah joh, rijdt gelijk verrot met die Volvo. Journalist. Hey, wil je helpen? Wil je me helpen? Oh ja, ik moet nog even werk zoeken. Kunt u niet uitstappen? Nee, niet doen. Nee, ik ben Paul de rechtsgebouw, daar ben ik mee samenwerken. Hij is door mij is hij juist opgepakt. Dat hij mij bedreigd heeft. Hm.
En weet je wat ook mooi is? Ik heb echt gewoon tyfus veel zwart geld bij. Hij had mij gefouilleerd er straks. Hij vroeg ze van, waarom heb jij cannabis bij je? Ik zeg, dat is voor medisch onderzoek. Weet je, oh ja, dat is goed. Maakt niet uit. Pak je wapen, schiet ze neer. Nick, ik heb echt een zaklamp. Kijk, zullen we zijn lichtje schijnen op ze? Kan dat? Kijk hier. Kijk, dan worden ze boos. Kijk, daar komen ze aan. Zal ik vragen of ze homo zijn, omdat ze dezelfde kleren hebben? Nee, Kevin. Zij zei, is het een homo-stelletje? Dat kan, hè? Niet doen, Mark. Ben je al... Nee, niet doen. Niet doen. Jawel, doe maar. Oh, nee, dat gaat fout. Ja, oké. Okay. Gaat lachen worden. Hallo? Als hij nou instapt en weggaat... Hey, doe eens F3 en dan ga ik... Hey, het loopt langer... Ja, nou wat, hey. Kev, van de auto en druk op F3 en dan gaat het dan werken en dan koken. Handpistolen en gewoon... F3? Ik ga hem redden. Dus ik dan gewoon meerdere wapens. Maar dan gaan we... Meerdere wapens, maar ik heb voor... Hallo, ja? We gaan naar die bagage BMW toe. Ja, dat is mijn... Dat is mijn BMW. Oh. Oh, hij wordt gewoon alsnog opgepakt. Hij wordt meegenomen. Ik heb mooi 1 gram niet op staan, dus. Oké, ik zal eens kijken, hè. Ik loop hier met een hond rond. Pistool. Wolf. Oké. Nee, maar Novi, ik ben aan de strip. Hey, dat is een 9. Morale, die mist zijn armen, ziet je dat? Morale, what the fuck is dit? Meneer de agent! Dat is niet goed, hè? Ja, ik heb dat niet. Ik ben aan de andere kant van de map en ik wil de agent met deze schrap. Ja, ja, er is nog wel dit en dat aan het. Maar meneer de agent! Iedereen opvolgen. Bouwpakket ziet compleet. Agent! Ja. Kijk naar die armen. Ja, meneer Zaklamp. Wat is dat? Ik kom naar YouTube, fuck is. Mag ik een vee, want ik morgen... What the fuck? Oké. Waarom heeft hij geen zaklap in zijn klauw? Dat ben ik. Hou die kerel tegen, kom naar toe. Welke kerel? Hou die kerel tegen, gast, er staan hier echt 5 mannen om me heen. Die kerel zonder armen. Ja, die is al weg, hè. Oh, daar is die weer. Hou die kerel tegen. Hallo meneer, is alles goed met u? Even stil, jongens, even stil. Hallo? Nou, hij had helemaal geen getuige. Want u ziet er niet zo goed uit, hè? U mist uw armen, man. Want hij was hier de hele tijd alleen met ons. Hij is een beetje verlegen, dus, jongens. Hij is. Ja, ik kom er bij de dokter vandaan. Bent u ook uw tong kwaad, of niet? Kevin, even wachten. Nee, ik kom er bij de dokter vandaan. Want er was. U komt bij de dokter vandaan, hier... als ik jou was ook teruggaan, want het is niet goed gegaan. Ik was hier samen. Ja, dat ga ik ook. Jukes. Maar ik heb dienst, dus ik ga er van tussen. Ja, daar geloof ik helemaal niks van. We waren hier toch met z'n drietjes. Hij heeft dienst. Hey, we waren hier met brandweer. Z'n wat? En hij trekt een wapen omdat wij daar staan. De brandweer zonder armen, ja. Die gaat. Yo, houdoe. Hij heeft dienst, zegt hij. Wat? Ja, nou, ik snap er helemaal geen reet meer van, hoor, hé. Dus hij zit gewoon vet te liegen tegen jou. Ik kom naar je toe, Kev. Kev, kom naar je toe. Oh, is zo, dan ging hier eens een karatekit hier en die trapt heel dat ding weg. Nou, is goed. Kut. Oh, is goed, top. Ik ga er weer vandoor, later. Yo, laten we hem onder in het toog halen. Ja, ik hoop dat hij mij nou gewoon lekker met rust laat. Ja, ik hoop. Als er iets is, dan belt u maar de politie, moet je nou bellen? Ja, er is iets, ik heb jeuk op mijn rug. Waar ben ik? Hey, die randtas! Die randtas! Oh. Ja. Want, kom opletten. Ik ben niet zo van verdiend om gedreigd te worden. En, dat is mijn auto, afblijven. Maar ik ga eerst gewoon de politie bellen en als hij zijn pistool weer trekt, dan sla ik hem ofzo. Nee, dat niet tussen. Ik heb echt zo'n zin, hè, om hier tegen die wagen aan te trappen. Nou, niet de... tot ziens, hè. Loos! Wat vechten, hier, klets. Ik zou hem oppakken als ik jou was. Hey, Loos! Hey joh! Wat doet hij nou? Hey, pas op, hè, anders gaan wij ook meedoen. Godverdomme. Kom op, ja, ren maar weg. Klap hem op zijn smoel. Hey, wie staat natuurlijk ook op mijn auto? Wow. Oh, sorry meneer agent, ik moest die een andere hebben, nee. Ik klap die agent op zijn smoel.
Dat was hier echt. Wacht, gezellig, oh joh. Man, ik sta de fiek. Godverdomme, die kutmap die zit in de weg. Kut, kut, kut. Zou ik gewoon de politie uit gaan koken? Allee, ja, meneer, een agent. Ik lig op de grond, hè. Allee, zeg. Ja, er komen nog meer agenten bij. Yo. Ja, heel busy. Alleen, nou krijg ik die map niet weg, jongens. Reanimatie, alstublieft. Waar lig je aan de stripclub? Dat is toch ook een goed verhaal, of niet? Op je hoogtepunt. Ik wacht nou al tot die ambulance er is. Wat is er bij u gebeurd? Ja, ik stond de fik. Ja, waar? Ja, de stripclub. Dat was een beetje... Ja, maar niet uit. Maar dat zou op je hoogtepunt stoppen, dan. Nou, ja, nou, ik ga op mijn hoogtepunt gewoon zo. Alles vliegt weer opnieuw in de fik hier, jongens. Die stripclub die is echt een hel, hoor. Hé, hey, berichtjes. Zo, lekker worstje braden. Hier is ze weg. Oh, hallo. Jo. Hallo. Ja, de brandweer komt. Hallo, ja. Yo. Hallo, hallo. Hallo. Ja, de brandweer komt. Hallo. Ja, het Kevin, je motor doet het uitstekend, hoor. Stel eens. Ik hoor hem niet. Hallo. Zo. Volgens mij... Nou, ik denk niet dat hij helpt, man. Er staat er gewoon eentje op mij te schieten nu, hè. Ik ben toch al dood, jongen, en homo. Ja, de brandweer is de... Hé, hey, kun je ze even naar binnen sturen? Ja, die gaan naar binnen. Grantos, je motor doet het uitstekend, hoor. Oh, ze gaat me nat spuiten, dat vind ik lekker. Hide menu, tap. Dat menu moet weg. Krijg dat... Jongens, ik krijg de kutmenu niet weg. Dus ja. Hallo? Nee, waarom rijdt u naar mij nou aan, joh? Wat een... Oh, ja, ik word gereanimeerd. Hé, hey, ja. Doe eens even normaal, joh, gek. Wat me keert jou? Je motor is gejat, Jirantos. Wat? Dit is gewoon je motor is gejat. BDM, hè? Ja, oh, dank u wel. Ja, dan moet ik weer... Ik ga nu gewoon naar de politie toe. Die brandweer is echt totaal niet spraakzaam. Ik moet even zijn, ik zit investeren in rookmelders. Ik ga naar binnen toe, ik ga naar die agent. Hey, agent, iedereen naar buiten. Iedereen naar buiten. Er wordt geschoten. Luister, ik werd net weer aangereden door diezelfde persoon. Het is gewoon zware VDM. Binnen blijven. Ja, wat is het nou? Dan moeten we naar buiten, dan moeten we naar binnen, hè? Ik word hier een beetje gek van. Oh, ja, je bent geschoten, dus naar binnen. Moral leuk, je zei net dat ik naar buiten moest, hè? Ik word geschoten. Nou, gezellig bij de brand. Laat me de deur! Nee, je moest naar buiten, dan beleid ook buiten. Jongens, ik ben doodgeschoten, of neergeschoten. Leg gewoon die deur mee. Ik weet het, ik heb hem van zijn flikker gereden. Als hij naar buiten gaat, blokkeer ik gewoon die deur. Fuck hem. Oh kut, het gaat brand hier, het brandt! Ik ga de ambulance opbellen. Correctie, jij binnen. Sorry, het brandt. Ik ben binnen! Oké, het was brand binnen. Ja, dat was binnen, dan weer naar buiten. Even naar buiten. Ik word hier helemaal gek van! Schat ik wel, meneer. Maar dan is naar binnen, dan is naar buiten. Allee zeg. Wordt hier helemaal gek, hè? Ja, kom. Naar buiten. Politie, kom. Er is hier iemand neergeschoten. Hier, ik heb de Playboy in mijn hand. Ja, maar ik heb ook zwart geld, vies geld bij me, hè? Door naar Iran, buiten! Dus. Maar alleen, ik krijg die Playboy niet uit mijn hand. Wow! Dan op de wereld neergeschoten. Ja, naar buiten. Vent. Ja, naar buiten. Maar alleen. Wat? Meneer, moral is dat nu luisteren. Nodig. Kom, buiten. Die gas moeten ze nou gewoon oppakken, joh. Die gas is irritant. Oh, lekker. Naar buiten, nu! Nee, ik had over zijn flikker gereden, omdat hij die motor weer omgehaald heeft gestolen. Ja, die meneer die blokt mij, hè. Ik pak even die motor van jou in hand, hoor. En zo dicht mogelijk bij de muur blijven staan. Denk. Of dekking aan, want er zijn geschoten. Moral is, er wordt buiten geschoten en je wilt dat ik naar buiten ga. What the fuck? Ja, maar binnen is de brand, oké? Okay? Maar door wie werd jij geschoten? Ja, door die zwaar bewapende kogelvest. In die blauwe auto. Ik ben liever binnen bij een brand dan later bij een kogel. Met kogelvest aan, die jou gaat helemaal uit de hand hier, jongens. Ja, dat is... Hé, dat is mijn motor! Ja, die heb ik toch net in de verpakking net voor je. Ik heb hem voor zijn flikker gereden. Waarin net politie heb aangesproken. Hallo politie. Dus alsjeblieft arresteer die persoon en laat hem gewoon voorlopig even in de muur. Ja, serieus niks te zoeken, gelieven het gebied te verlaten. Meneer, volg meneer die motor. Nou, binnen is de vuur te zoeken, hoor. Ja, een motor weg, Kev. Ja, als ik nou op die motor stap, krijg ik zeker problemen, hoor niet.
Oh is, wow! Wow, wat doe jij? What the fuck? What the fuck? Meneer, ja, dankjewel. Oh, rechterkant daar, Wanser. Oh, stoppelijk. Ja, op. Gaat u weer even. Wat doe jij, Kevin? Ik heb geen flauw idee, man. Gaat hij weer, let op. Zo, drie politieagenten. Twee politieagenten, ja, op de motor. Hoor alleen, wat is dit nu met die motor aan de hand? Je mag ook het gebied verlaten. Ja, nou, is nodig, meneer. Ja, moet u eens op die motor gaan zitten, die doet gek. Die net me bijna had neergeschoten, die net... Hé, hey, hij zit achter me, hij staat achter me. Meneer, ik heb dat allemaal... Ah, hij rijdt niet meer, hoor. Opgelost. Ja, nou, ik ga jullie maar arresteren dan, want ik vind het gewoon zwaar onterecht. Ja. Wacht, hè, ik kijk eens kijken hoe ik kan pareren. Anders moet je gewoon even de admin erop even serieus, hè. Politie, Hij rijdt in een blauw met grijze auto. Zo, jongen, echo als een mal, hè. Even serieus, hij maakt gewoon een motor die ik gejat heb, hè. Ik ga zo naar een garagist gaan, meneer. Meneer de motor. Dat is goed. Want, ja, ik heb het even geholpen, meneer, maar ik zal toch naar een garagist gaan. Ah, oké. Okay. Merci, kus, mat. Ja. Ja. Als ik hem nou... Hij heeft hem, moral, je moet hem gewoon goed maken, nee. Mat, hij doet weer gek! Mat! Moral, die motor, hé! Ik dacht dat u de motor gemaakt had, hé. Ik ga daarop zitten en ik ga weer kapot, hé. Wat, ik even, jongens, kan je even wat, ja, te zacht zijn? Nou, ik versta je niks. Moral, het is maar goed dat jij niet bij de reparateur werkt, hè. Hij gewoon heel hard op me afrijden gewoon, dus het was gewoon zware VDM wat hij deed. Allee, jongens. Ja, dus door een, kijk uit. Ik ben bewusteloos, jongens, ik ben niet dood. Maar ik weet niet welke ID. Ja, dat is, Hey, hij staat achter je, hij staat achter me. Zware armor, zeg maar. Ja, dat is hem wel. Hij schoot me gewoon neer. In een koelbloeder. Terwijl ik hier achter dat oud hekje stond. Schoot hij me gewoon neer. Dus waar de plas bloed ligt, daar stond ik. Dus. Hey, hij staat achter me. In die auto, dat is hem. De eerste hulp is aan. Maar hij heeft net ook mijn vriend neergekomen. Ja, dankjewel. Dus, ik ga gewoon weer dood, jongens. What the fuck. Hey, ik maak geen grap, hij staat hier, hier heb je hem, hier heb je hem, hij loopt nu weg. Gewoon uit, het licht. Ja, dat is hem, die daar loopt, die dozer. Oh, is gewoon gereanimeerd, krijg gelijk drie man op me. Wat? Dit is een natte droom voor bepaalde mensen, maar niet voor mij. Ik dacht dat ik hem zag, maar... Jongen. Kijk, Wat is er gebeurd, meneer? Maar alleen die agent die had met een motor gemaakt en ik ga op die motor zitten en die motor die gaat helemaal gek doen. Agent, hier staat hij, hier zit hij in die auto, hier zo. Hij zit in de auto daar zo. Kijk, hij rijdt nu weg, dat is hem. Dat is hem, dat is hem, dat hoor ik. Dat is een middag, mijn auto is opgeblazen. Dan ga ik even kijken. Nee, andere, die wegrijdt, bij de motor, achter de motor. Ja, dat is goed, dank u wel, alleen ik heb... Die, waar de motoragent is, dat is hem. Ik denk dat we ook een ambulance nodig hebben. Hey, je bent zojuist aangereden, man. Die ambulancepersoneel die mij te helpen was, die wordt nou overreden. Netjes. Wat gebeurt hier allemaal, jongens? Hey, nog één. Jongens. Nee, maar de motorgent rijdt nu erachteraan, dus... Respawn voor $5,000. Ja, die is ook helemaal gek. Ja, er gaat er eentje zitten. Ja. Oh, maar allee, dankjewel, dat voelt stukken beter, hè. Allee, voorzichtig, hè. Dankjewel. Merci, Kusmat. Ze zijn serieus. Oh, daar gaan we weer, we gaan weer! Je moet meewerken. Morgalu, Kiktan! Morgalu! Ze zijn hem aan het aanpakken. Help, mijn motor gaat gek doen, meneer. Meneer, mijn motor. Wat is dit? Kijk eens, laat mij er eens op. Kijk of ik erop kan. Wacht, kijk of ik... Goedendag, meneer. Hallo. Kijk, die motor die is niet goed, hè. Die motor is uit een hel. Je hebt verder mij niet nodig. Nee, doet het niet, hè. Laat mij maar. Doe even een reparatie bij. Morgalu! Oh, dat... Oké, dat ziet er niet heel goed uit, nee, meneer. Nee, dat was zo niet toen ik hem kocht, hè.
Nee, oh. Dat begrijp ik. Hier. Zo ben je volgens mij net ook een aardig... Morale, moet je opletten. Kijk. Morale. Oh jee. Hij lacht ook gewoon. Ik denk dat ik weet waarom. Wat is het probleem? Is uw tank toevallig leeg? Nee. U heeft gewoon getankt. Ja. Ultra Turbo, kijk. Oh, is. Bel even VAB, misschien helpen ze. Goedendag meneer. Goeiedag. Ik ga goed.